allemaal voor toestand hier? Mijn vader en zijn brandweercollega's gaan fietsen voor het goede doel. En ik ben daar een beetje het boegbeeld van. Ja. En waarom is dat dan eigenlijk precies? Wat is het goede doel? Laat ik dat zo vragen. Het is onderzoek naar de Duchenne. En ze zijn nu allemaal bezig met sponsoracties om daar geld voor op te halen om mee te kunnen fietsen. Rick, die is 2 jaar geleden is er een mountainbike team uit Nieuwegein. Die is met de Duchenne Heroes gaan fietsen en die hadden een boegbeeld nodig. En toen zijn we via Jeremy Kersten, een vriendje van Rick, in contact gekomen met hun ook. En Jeremy en Rick zijn daar ook boegbeeld geweest. Heel nauw bij betrokken bij het uitzwaaien, binnenhalen. En toen heb ik eigenlijk gezegd van ik wil dat ook gaan doen. En verleden jaar zijn we weer wezen binnenhalen in Eindhoven. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd als we het willen doen dan gaan we het nu doen. Dus ik heb een fiets gekocht. En ik heb bij de brandweer geroepen, jongens, ik ga fietsen. Nou, toen zeiden de jongens meteen al van, ja, maar dan ga je niet alleen, dan gaan we met je mee. Dus we zijn nu met 9 fietsers en 2 begeleiders. Dus dat geeft een heel warm gevoel. Dat de jongens allemaal, zeg maar, binnen een week zeiden van, wij gaan die investering ook doen. Om mee te gaan fietsen. Dus dat was super. Hey, en hoe kunnen mensen vandaag eigenlijk meedoen? Wat zijn de criteria? De Jumbo heeft een kleurplatenactie ontworpen en die hebben de kinderen de afgelopen weken in kunnen leveren. De kinderen die gewonnen hebben in die actie, die kunnen dan mee een rondje in de brandweerauto. En er zijn ook enkele hoofdprijswinnaars die krijgen een VIP-behandeling bij ons in de kazerne vanmiddag. Wauw, en wat gaan ze daar doen? Die krijgen een hele rondleiding hoe het werkt, wat we doen en we laten we alles zien aan materiaal en aan spullen. En hoe dat gebruikt wordt. Zo, hebben jullie er zin in? Ja. Ja, want waar ga je naartoe? Naar het brandweerkazerne. Hey, wat vinden jullie ervan? Goed. Ja. Ik zie aan je gezicht dat je het leuk vindt. Hey, is dit de eerste keer dat je in een brandweerauto zit? Beweeg jou om dit allemaal te doen? Nou ja, de spierziekte Duchenne is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte voor jongens met jonge leeftijd. Ik heb zelf 2 gezonde kinderen. Toen de vraag gesteld werd binnen het team van wil je meedoen aan de bar, zei ik gelijk ja. Want ik vind iets doen voor de gemeenschap, dat moet iedereen eigenlijk doen. Het is een sportevenement ja, en de brandweer houdt van uitdagingen. En dit is een en al uitdaging, 700 kilometer mountainbiken. Jeetje. Maar je gaat nog veel meer acties volgens mij doen, hè? Ja, we gaan op zaterdag 15 april hebben we nog een theaterdiner met de brandweer. Zaterdag 20 mei gaan we een marathon doen in reanimatie. We gaan een feest in de Azentot organiseren en dat is allemaal belangeloos doen iedereen daar aan mee. In de hoop zoveel mogelijk geld bij elkaar verzamelen. Jullie zijn volgens mij een heel hecht team, of niet? Jazeker. Ja, we gaan echt, maar ook in het brandweerwerk moeten we toch voor elkaar gaan en voor elkaar zijn. En dat doen we in dit verhaal doen we dat ook. Gewoon weer met elkaar en zorgen dat we september gaan halen en de tocht helemaal met z'n allen uitrijden. Mooi. Het leuke van brandweer, van een vrijwillig brandweerkorps is dat je met een aannemer, met een conciërge, met iemand die in de bouw werkt, met iemand die op kantoor zit, toch allemaal samen hetzelfde doel nastreeft. En dat is gewoon heel leuk. Zo zit je dus met een heel diverse mensen in zo'n ploeg. Samenhorigheid. Samenhorigheid, ja, heel sterk.